Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten laten zien van januari. Ik heb mijn mandje gevuld. Hij zit best wel vol, dus ik ga je laten zien welke producten ik in ieder geval heel erg fijn vond van januari. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met dit gevulde doosje. Hier zitten allemaal gezichtsreinigingsdoekjes in. Deze komt bij de Action vandaan. Je krijgt 7 doekjes. Er staat dus ook echt de dagen van de week staan erop. Van maandag tot en met zondag. Je krijgt dus 7 doekjes waarmee je je gezicht kunt reinigen. Tegenwoordig worden veel merken eigenlijk geïnspireerd door het hergebruiken van producten. En dat zijn dus die microfiberdoekjes. Ik heb ze hier. Dit is er eentje. Ik heb hem gewassen, maar zoals je ziet hier en daar echt nog wat make-up resten. Je mag ze wassen op 40 graden. Dat heb ik ook gedaan, maar ik zie toch wel dat ze niet helemaal schoon worden, helaas. Ik vind ze wel heel fijn. Het zijn hele lekkere zachte doekjes. Je kunt ze gebruiken met enkel water, maar je kunt er ook je favoriete gezichtsreiniger op doen. En dan kun je eigenlijk gewoon heel lekker je gezicht reinigen. Na gebruik stop je hem in de wasmachine en dan kun je hem na het wassen dus weer gebruiken. Maar zoals ik dus zei, hij wordt niet helemaal goed schoon. De achterkant is een soort van heel zacht stofje. Dat is ook wel heel erg lekker. Maar ik merk omdat ik een hele droge huid heb, dat dit soort doekjes gewoon echt fantastisch werken. Ik heb er ook echt een aantal. Je krijgt dus 7 kleuren. Deze kleur. Deze zijn allemaal gewassen trouwens. Dan hebben we deze. Dan hebben we dit kleurtje. Deze. Maar die lijkt al een beetje op die andere. Nog een roze. En dan heb ik nog deze. Maar deze is nog niet gebruikt. Die is nog helemaal schoon. Het zijn hele fijne doekjes. Heel betaalbaar bij de Action. 7 stuks. Nou, ik durf niet te zeggen hoeveel ze precies kosten. Maar ze zijn in ieder geval heel goedkoop. Dus echt ideale doekjes deze. Dan heb ik van Catrice een oogschaduwpalette. En dit is het Pro Slim Eyeshadow Palette in de Blushing Ocean variant. Ik heb al veel vaker van dit soort oogschaduwpalettes geprobeerd. En ik vind ze heel fijn. Ik vind het ook altijd heel erg mooi dat dit er een soort van opgedrukt is. Hij heeft de naam 010 Mesmerizing Moments gekregen. En er zitten dus 14 kleuren in die hooggepigmenteerd beloven te zijn. Aan de binnenkant zit een spiegeltje. En dan zijn dit de kleurtjes die erin zitten. Ik vind ook die ribbeltjes heel leuk erin. De namen staan eronder. Er staat hier bijvoorbeeld ook echt in deze Blushing Ocean. Het zijn zowel matte als shimmer kleuren. Ik zal er eventjes een paar opnemen voor de zwart. Zodat je een beetje een idee hebt wat ze doen. En ja, ik vind het echt wel hele mooie kleuren. Dit zijn de swatches. Je kunt er echt wel leuke looks mee maken. Het moeten wel kleuren zijn die bij je passen. Want het zijn vaak niet de alleruniekste kleuren. Maar ik vond het echt een heel fijn palet. Ik heb al best wel veel van dit soort palettes geprobeerd. En ik vind ze eigenlijk elke keer toch wel weer heel erg fijn. Omdat ze goed gepigmenteerd zijn. En ze blenden ook heel mooi uit de kleuren. Vind ik altijd heel belangrijk. Dus dit palet vind ik ook echt, echt heel erg fijn. Dan heb ik van Essence de Hello Good Stuff Pore Minimizing Serum. Dat is deze. Deze is voor 95% gemaakt uit natuurlijke ingrediënten. En er zit pomegranaat in en ook niacinamide. Hij is dus vrij van microplastic deeltjes, minerale oliën, parabenen, siliconen en PEX. Het is een heel fijn serum. Hij werkt gewoon met een pipetje. Ik kan hem eventjes een beetje aanbrengen, maar je ziet hem niet heel erg. Hij ruikt wel echt super lekker. En normaal gesproken, als een serum belooft de poriën wat te verkleinen, zie ik dat niet terug. En deze deed het echt. Ik zag bij deze echt verschil dat mijn poriën er echt wel wat kleiner uitzagen als normaal. En dat verraste me heel erg. Want wat ik zeg, ik zie het niet zo heel vaak terug bij dit soort producten. Maar deze werkt echt. En ik vind gewoon de producten uit de Hello Good Stuff line heel erg fijn. Dus dit is ook zeker een aanrader. Dan heb ik 2 blushes. Deze komen uit de Revolution X Grease collectie.
Ik heb hier allereerst de variant van Rizzo. Dit is een wat zachtere kleur. Ik vind het heel leuk dat die zonnebrilletjes erop staan, want dat past ook heel erg goed bij het personage. Het zijn creamy blushes. En dat is dus deze kleur. Echt een heel mooi kleurtje vind ik het. Ik zal hem gelijk even opnemen voor de swatch. Ja, het swatchje ziet er vaak een beetje lastig uit, maar ik heb hem. En dan heb ik ook de Sandy variant, die is vrij donker. Deze wordt ook aangeraden bij de wat donkerdere huidskleur. En deze is dan heel geschikt voor de lichtere huidskleur, zo werd het omschreven. Hier staan dan weer hele leuke stripjes op. Een beetje het schattige gehalte, zeg maar, wat Sandy altijd een beetje had natuurlijk. Tot ze ja, natuurlijk heel stoer werd. En dan zie je echt wel heel duidelijk het verschil tussen deze twee blushjes. Dit is de variant van Rizzo en dit is de Sandy variant. En ik moet zeggen, ik heb ze beide gewoon geprobeerd. En ondanks dat de Sandy variant wel wordt aangeraden voor een iets diepere huidskleur, moet ik zeggen dat die bij mij ook prima eruit zag. Je kunt het gewoon aanbrengen en daarna inblenden en het zag er gewoon eigenlijk heel mooi uit. Dus ik ben heel erg enthousiast over deze blushes. Vroeger was ik niet zo heel erg fan van dit soort creamy blushes, maar ik weet ze de laatste tijd echt wel weer meer te waarderen. Dus ik vond ze echt wel heel erg fijn, deze twee ook. Dan heb ik van Catrice de Lip Loving Nourishing Lip Balms. En dat zijn deze. Ze zitten dus allemaal in dezelfde verpakking. Dit is de 030. En deze heeft de naam I Cherish You. En die ziet er dan zo uit. Het is gewoon een lippenbalsem die dus een licht tintje belooft te hebben. Ik ga hem ook even swatchen. En dan zal ik zo even alle swatches naast elkaar laten zien. Dan is dit de 020. En die heeft de naam Cozy Rosie gekregen. Dus zoals je ziet dezelfde verpakking, maar dan ja, een ander kleurtje. Want dat is dit kleurtje. En de laatste die ik dan heb, dat is de 010. En dit is de Comforting Kiss. En die is echt heel erg licht. Kijk, dat is deze kleur. Ja, Catrice geeft zelf aan dat ze dus ook echt licht gekleurd zijn. Maar als je naar de swatches kijkt, je ziet ze hier alle drie op een rij, zie je eigenlijk van die kleur niks terug. Dus ook je lippen krijgen uiteindelijk geen kleurtje, ondanks dat dat wel beloofd wordt. Ik had het eigenlijk wel verwacht, vooral van die donkere kleur. Had ik echt wel verwacht dat daar veel pigmentatie af zou komen, maar dat gebeurde niet. Maar ik vond ze wel heel fijn, omdat ze mijn lippen wel heel erg lekker zacht maakten. Er zit ook hyaluronic acid in en shea butter en coconut oil. Dus dat zijn toch wel ingrediënten die mijn lippen gewoon heel erg zacht maakten. En ja, ik heb gewoon momenteel heel erg last van droge lippen. Dus ik vind het altijd wel heel fijn. Dus helaas, eigenlijk geven ze geen kleur. Maar het zijn wel hele fijne lippenbalsems die mijn lippen zacht maakten. Dus dat vond ik wel heel fijn. Dan heb ik van Essence wat producten uit de Chili Vanille lijn. Dit is een trendeditie. Ik heb hier wel een uitgebreide video ook over opgenomen. Ik kan de link nog even in de beschrijving zetten. Mocht je het leuk vinden om hem te bekijken als je hem nog niet gezien hebt. Maar ik heb hier allereerst de Face & Body Highlighter Stick. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Glow With Flow gekregen. En het is een hele mooie stick. Hij heeft ook een soort van vorm en dat is heel fijn, want daardoor kun je hem heel precies en nauw aanbrengen. Je kunt hem dus omhoog draaien, je kunt hem weer terugdraaien. Je kunt hem dus voor je gezicht gebruiken, maar ook gewoon voor je lichaam. Ik heb dat zelf niet geprobeerd, want we zitten in de winter en ik heb nu toch alleen maar kleding aan die, ja, waarvan je eigenlijk dit gedeelte bijvoorbeeld niet ziet. Ik heb hem hier even geswatcht. Misschien dat hij met de swatch iets minder overkomt, maar op mijn gezicht zag hij er echt heel erg mooi uit. Daar was ik echt heel erg verrast door. Ook uit die collectie heb ik het lippenmasker en dat is deze. Ik ga deze niet swatchen, want dat heeft niet heel veel zin. Hij heeft de naam 01 Let's Get Cozy Honey. En
Hij ruikt heel erg lekker ook naar vanille. Eigenlijk ruiken alle producten bijna wel naar vanille. Het was een beetje stroef om aan te brengen, maar als die er helemaal op zit, is het echt een heel erg lekker lippenmasker. Ik vind het lekker om zoiets 's nachts in te laten trekken en de volgende dag had ik gewoon hele zachte lippen. Dus dat vond ik echt ideaal aan deze. Dan heb ik ook nog de Color Intensifying Lip Balm. Dat is deze. Dit is dus zo'n lipbalm die kleurt naar de pH-waarde van je lippen. Hij heeft wel een naam gekregen, maar door dat goud kan ik het allemaal een beetje slecht lezen. Ik vind het altijd heel leuk hoor, die gouden teksten, maar het is soms best wel lastig leesbaar. Hij heeft de naam 01 Sauvanillelicious gekregen. Het was een beetje moeilijk om te lezen. Dit is de lippenbalsem, hij ziet er echt heel erg mooi uit. Ondanks dat hij reageert op de pH-waarde van je lippen, vond ik hem best wel neutraal kleuren. Normaal gesproken met dit soort producten merk ik gewoon dat mijn lippen echt best wel intense kleur krijgen. Ik heb hem hier wel even geswatcht, maar dat ga je niet zien, want op de pH-waarde van mijn hand reageert hij natuurlijk niet. Maar hij was toch best wel een beetje licht. Ik zag er niet heel veel kleur van afkomen. Wel heel licht, maar ik vond het dan zelf wat te licht. Maar ik vond hem wel heel voedend. Het was echt een hele fijne voedende lipbalsem die echt gewoon, nadat ik hem aanbracht, gewoon gelijk heel erg lekker aanvoelde. Ik voelde echt dat mijn lippen gewoon zachter van werden. Daarom vond ik hem wel heel fijn, ondanks dus dat de kleur een beetje achterwege bleef. Dan heb ik nog een oogschaduwkleurtje. En dat is de naam 02 Vanille Vibes Only. Dat is deze. Dit is zo'n liquid oogschaduw. En ik vond deze wel mooi om te zien. Hij heeft zo'n kwastje. En deze vond ik echt heel erg mooi tot z'n recht komen. Het blenden is iets minder goed idee, want dan vaagt hij wel heel erg weg. Maar het is wel gewoon een heel erg mooi kleurtje die echt wel heel erg mooi eruit zag. Die sprongen voor mij ook echt uit. Ze hadden er twee en die andere die vond ik toch wat minder. Maar deze vond ik dan wel heel fijn. En het laatste uit die collectie, dat is de Lip Glaze. Die heeft de naam 01 Home is Where Vanille Is. Dat is deze. Het is een hele mooie Lip Glaze die eigenlijk bij elke huidskleur ook past. Dus eigenlijk voor iedereen is die heel geschikt, omdat het best wel een neutraal kleurtje is. Hij voelt gewoon heel fijn aan met dragen. En ja, hij ziet er gewoon echt heel erg mooi uit. Hij plakt ook niet, dat vind ik echt heel fijn. En zo ziet de swatch eruit, maar op je lippen ziet hij er net weer iets anders uit. Ik vond het in ieder geval wel een heel mooi product. En hij heeft mij in ieder geval heel erg positief verrast. Nou, om maar eventjes in de limited edities te blijven, heb ik hier nog de limited editie van Catrice. Ook hier is een uitgebreide video van opgenomen en online gekomen. Ik heb hier allereerst het highlight paletten met de naam C01 Ratio Class. Het is trouwens de collectie About Tonight. Dit was zo'n collectie met oud en nieuw en ik vind de verpakking gewoon al heel erg mooi. Er zit een spiegel in en dan zijn dit de... eventjes het dingetje omhoog halen. Kleurtjes die erin zitten. Hele mooie highlighters. Ja, het moet wel een beetje bij je passen. Want er zit eigenlijk voor ieder wel wat wils in. Hè? Voor de donkerdere huid en voor de lichte huid. Ik was wel verrast. De paarse kleur vond ik zelf iets minder geschikt. Maar verder vond ik het echt een heel erg mooi palet met goede pigmentatie. En de kleuren zijn mooi te blenden. Dus ik vond het zelf wel echt een heel erg mooi palet. En waar ik heel erg blij mee ben. Die ik met veel plezier zal gaan gebruiken. Dus dat is deze. Dan heb ik een lipstick. En dat is de... even kijken hoe die nou heet. C02... A Night to Remember. Ook zo'n hele mooie, prachtige verpakking. Ze hadden twee kleuren. En ik vond eentje echter uitspringen. Die andere vond ik een beetje minder. Dat is deze paarse kleur. Hele mooie glitters erop. Maar als je dan gaat gebruiken, zie je dat die donkerder wordt. Ik vond het een heel mooi kleurtje. Ook wel draagbaar. Ik draag wel paars. Dat vind ik prima. Het moet wel iets zijn wat bij je past, want ik snap ook dat je misschien denkt, ik vind het iets minder draagbaar. Dit is de swatch. Ik vond hem er in ieder geval echt wel heel erg mooi uitzien, vooral ook in combinatie met de andere producten uit de collectie. En dan heb ik nog de vier liquid oogschaduwkleuren. Dit is de C02 Gintastic.
Dat is deze kleur. Ik zal ze zo even swatchen. Dan heb ik de paarse kleur. Dat is de C03 Shaken Not Start. Dat is deze kleur. Dus ook heel erg mooi. De C04 Martini Please. Dat is een groene kleur. En we hebben een gouden kleur. En dat is de C01 Champagne O'Clock. En ik vond het echt hele mooie oogschaduwkleuren. In de video heb ik een look gemaakt met alle kleuren. Dat was uiteindelijk niet zo'n heel goed idee. Maar dat is weer een leer voor de volgende keer. Dit is gewoon het kwastje. En je kunt ze dus heel erg mooi en goed inblenden. En dat was echt heel verrassend. Want je kunt ze dus heel goed aanbrengen. En je moet wel heel snel werken hiermee. Want als je er te lang mee wacht, dan gaan de kleuren zo indrogen dat je ze eigenlijk niet echt meer kunt swatchen. Of kunt inblenden, sorry. Maar als je een beetje snel te werk gaat, kun je er echt iets heel erg moois van maken. Ik doe ze nu nog even allemaal naast elkaar swatchen. Ik heb ze geloof ik niet op volgorde van de namen, maar nou ja, ik denk niet dat dat heel erg veel uitmaakt. Het zijn gewoon hele mooie kleuren. Het moet wel bij je passen, want het zijn wel heftige kleuren zoals je kan zien. Ja, ik vond ze zelf echt heel erg mooi en fijn. En ik ga er zeker gewoon tijdens feestdagen nog gebruik van maken. Want ik vind ze voor zo te gebruiken wel wat fel. Maar als je ze gewoon met feestdagen of zo gebruikt, vind ik ze heel erg mooi. Dan heb ik een setting spray, de Make-up Fixing Spray van Max & More. En dit zou een dupe zijn van de fixing spray van MAC. Nou heb ik die zelf nooit gebruikt, dus ik kan geen vergelijkingsmateriaal geven. Maar het is een hele fijne fixing spray. Hij is long-lasting, maar ook nog hydrating. Dat vind ik altijd wel heel erg fijn als een product ook hydrateert. Want dat is toch altijd wel heel erg belangrijk, vind ik. Het is gewoon een fixing spray. Heel basic. Je brengt hem aan. Heeft gewoon zo'n sprayflaconnetje. En je brengt hem gewoon aan. Ik moet zeggen, ik vind hem niet super nat aanvoelen. Hij voelt eigenlijk gewoon heel fijn aan. Het is een prettige verneveling die eruit komt. Het droogt ook vrij snel in en mijn make-up bleef er heel erg lang door zitten. En ik vind het gewoon ook heel erg fijn dat de hydrating erin zit. Want dat vind ik zelf altijd heel belangrijk, omdat ik merk dat ik best wel een droge huid heb momenteel. Dus hydrateren vind ik heel erg belangrijk. Dus een hele fijne fixing spray van Max & More, gewoon te koop bij de Action. Dus heel betaalbaar ook. Dan heb ik een Poreless Partner Primer. Dit is een Mattifying and Blurring Effect. Ook hier zit niacinamide in. En dat is deze. Hij is van Essence. Een hele fijne primer wel. Deze moet ik wel zeggen, hij maakt mijn gezicht mooi mat. Het blurring effect zie ik niet zo heel erg goed. Maar ik vind dat zelf niet heel erg. Want ik gebruik toch altijd een foundation eroverheen. En wat denk ik wel heel bijzonder is, deze primer, die is dus een beetje licht transparant roze. Je moet heel goed kijken, je ziet hier een druppeltje zitten. Maar ik vond hem wel heel fijn, ook gewoon weer heel fijn aanvoelend op mijn gezicht. Dat niacinamide wat erin zit, doet mijn gezicht ook altijd heel erg veel goeds. Dus het is gewoon echt een hele, hele fijne primer. En ik was er gewoon wel heel erg van onder de indruk, dus ik ben er heel blij mee. Dan heb ik een nagellakje van de HEMA en dit is eigenlijk een topcoat. Dit is de Long Lasting Topcoat. Een heel leuk kleurtje, komt uit een, volgens mij was het ook een limited editie, ook een beetje in de oud-nieuwtijd was dit. Of kersttijd. Ook hier staat een naam op, dat doen ze tegenwoordig bij de HEMA, wat heel leuk is. Dit is de 305 Let's Party. En het is dus gewoon een hele leuke topcoat die je over een ander kleurtje heen aan kunt brengen. Je kunt hem natuurlijk ook alleen aanbrengen, net wat je zelf mooi vindt. Maar er zitten gewoon hele mooie glittertjes in. Het is een beetje transparant met glitters. Ik vond hem echt heel mooi, hele mooie dekking.
Dus ja, ik vond hem echt gewoon heel erg leuk. Ik heb hem ook echt gedragen met de feestdagen. Ik vond het er heel leuk uitzien. Het eraf halen daarentegen vond ik wel een dingetje. Ik heb echt mijn nagels moeten weken om deze topcoat eraf te krijgen. Maar ik vind het echt een hele leuke topcoat. Die ook weer echt gewoon, ja, ook met feestdagen gewoon super leuk is. En dat merk je dan ook. Zoals als je dan de producten hebt, dat je dan wat meer feestcollecties hebt. Dan heb ik een mascara van Catrice. Dat is de Pure False Lash Mascara. Dat is deze. Ik vond deze echt wel heel erg fijn. Hij heeft de naam 010 Truly Black gekregen. Deze zijn parfumvrij. En ik vond echt het resultaat wat hij gaf aan mijn wimpers echt heel mooi. Hij heeft een beetje een gebogen vezelborstel. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn. Dit soort borstels waarmee je hem kunt aanbrengen. En mijn wimpers die zagen er echt heel mooi uit. Ik zag echt zo'n groot verschil. Het was echt gewoon... ja, er zit trouwens ook vegan collagen in. Ik had echt wel het idee dat ik een beetje een vals effect kreeg. Maar het was niet overdreven. Dus het was niet er heel erg overheen. Maar dat kun je zelf opbouwen. Want hoe meer laagjes je aanbrengt, hoe intenser het effect wordt. Ik vind vaak twee laagjes al wel voldoende. Omdat ik anders gewoon van die keiharde wimpers krijg. Wat ik niet fijn vind. Maar als je hem opbouwt, kun je echt een heel mooi effect krijgen. Maar ik vond hem met twee laagjes al heel erg mooi. Dus echt een heel erg mooie oogschaduw. Een hele mooie mascara. Dan heb ik hier ook een oogschaduwbase. Dit is de Prime Like a Boss Eyeshadow Base van Essence. Ik kan deze verder niet swatchen, want hij heeft niet zo heel veel zin, want je gaat het verder niet zien. Het is gewoon een witte oogschaduwbasis die de kleur van je oogschaduw intenser maakt. Hij belooft ook long lasting te zijn en het is... Hij greased niet, dus het is niet dat je oogschaduw heel erg gaat greasen als je hem hebt aangebracht. Ik vond hem echt heel erg fijn. Ik zag echt heel duidelijk verschil. Ik had bijvoorbeeld eerst een swatch gemaakt van een oogschaduwkleur. Toen was hij niet zo intens en toen deed ik het in combinatie met de oogschaduwprimer. En toen zag je echt heel duidelijk verschil dat hij veel intenser was. Dus echt een hele fijne oogschaduwbasis. Er zit alleen niet zo heel erg veel in, er zit maar 5 ml in. En ook hier zit verzorgende chia butter in. En dat vind ik zelf heel fijn. Dan heb ik van Catrice een HD matte powder foundation. Voor die 18 uur zou blijven zitten. Er zit SPF 15 in. En ik heb hem in deze kleur. Dat is de lichtste kleur. Dat is de 001C. Ja, de bedoeling is dus dat je eigenlijk met deze poeder geen foundation nodig zou hebben. Omdat het dus eigenlijk een poeder en foundation in één is. Nou, daar vond ik hem wel echt te licht voor. Daar vond ik hem zelf niet dekkend genoeg voor. Ik hou zelf van een goede dekking. En dat vond ik dat ik dat niet kreeg met de poeder. Maar gewoon om te gebruiken om af te poederen vind ik hem wel heel fijn. Dit is de poeder dan. Ik zal hem even swatchen. Je ziet hem niet zo heel goed omdat het een hele lichte kleur is. Maar hij zit er wel degelijk op. Dus daar kun je hem gewoon mee aanbrengen. Maar deze heeft een dubbele bodem. En even kijken hoor of ik hem omhoog krijg. Want kijk, als je hem dan omhoog doet, zit er een spiegeltje in. En krijg je dus een sponsje waarmee je dus ook de poeder zou kunnen aanbrengen. Ik heb dat zelf niet gebruikt. Want ik gebruik liever gewoon mijn kwast. Maar het is wel een heel erg fijne poeder die echt, ja, als poederfoundation werkte het voor mij niet. Maar als gewone poeder vond ik hem eigenlijk gewoon helemaal prima. Dan ben ik toe aan het laatste product en dat is een oogschaduwpalette uit de Revolution X Crease collectie. En dit is de Pink Ladies palette. Dat is deze. Een heel erg leuke oogschaduwpalette. Hij komt dan ook in een doosje. Pink Rules palette heet die. En ik vind de vorm gewoon super leuk. Want hij heeft ook echt de vorm van het jasje van de Pink Ladies gekregen. Als je hem dan opent, zie je aan de binnenkant een tekst staan. Too pure to be pink. En er zit verder geen spiegel in. Dit zijn de kleuren. Het moeten kleuren zijn die bij je passen. Ik vond het echt heel erg leuk. Er staan ook echt allemaal namen onder. Wat echt super leuk is. Ik heb hier wat kleuren geswatcht. Een hele goede pigmentatie. De kleuren zijn goed in te blenden. Ook hier heb je een combinatie van zowel matte kleuren als
wat schijmerkleuren. En dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. Ik vind het echt gewoon een heel erg leuk palet. Want hij is echt gewoon heel erg geïnspireerd op die Pink Ladies. Ja, ik vind het zelf een heel erg mooi palet. Waar ik echt wel een hele fijne look heb mee kunnen maken. En ik werd er gewoon heel blij van. En ook alleen al van de verpakking. Dus ja, ik vond het echt een fantastisch palet. Dan waren dit mijn favoriete producten van januari. Uiteindelijk waren er toch best nog wel veel producten. Maar dat komt dan ook omdat er een paar trendeditie en limited edities bij zitten. Waar dan meer producten in zitten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar een product die je graag zou willen proberen. De collectie About Tonight en de Chili Vanille collectie die is in de winkel niet meer te koop. Maar online heb ik nog wel gezien dat deze producten beschikbaar zijn. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, zou je altijd online nog even kunnen kijken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!